Onlangs kregen wij bij de Universiteit van Vlaanderen een mailtje van Julie Bogaerts. En zij had er eens opgevangen dat geen enkele wereldkaart echt juist is. Maar hoe komt dat? Vroeg ze. Ik moet toegeven, ik zou het zelf niet weten, maar aan het departement wiskunde van de VUB kunnen ze ons helpen. Wel, kijk, als je naar de kaarten kijkt, dan zie je meteen eigenlijk dat Groenland hier veel kleiner is als op de tweede kaart. Ook als je naar de derde kaart erbij haalt, is Afrika dan veel langgerekter. Eigenlijk op elke kaart is er wel iets mis. En dat is iets wat ze in het middelbaar waarschijnlijk nog niet gezegd hebben. We kunnen een paar voorbeeldjes geven. Daar is een hele leuke website voor, waarbij we kunnen zien hoe groot een land werkelijk is. Kijken we bijvoorbeeld naar Congo, dan zie je dat er tamelijk klein is ten opzichte van Europa. Maar verplaats ik Congo naar Europa, dan zie je plots dat het zowel Frankrijk, België, Duitsland en ook een beetje van Polen omvat. Ook Italië zit er volledig in, dus Congo is eigenlijk veel groter dan het op de kaart wordt weergegeven. Anderzijds kan ik Rusland ook verplaatsen naar de evenaar. En nu zie je dat Rusland eigenlijk veel groter wordt voorgesteld dan het effectief is. Dit is Jonathan Mannaert, wiskundige aan de VUB en gefascineerd door wereldkaarten. En ja, zoals je ziet, blijkt er heel wat mis te zijn met de wereldkaart die wij kennen uit onze atlas. Maar hoe komt dat? Waarom zijn alle wereldkaarten fout? Het is onmogelijk om een wereldkaart te maken die voor 100% klopt. De wereld is rond en een kaart is vlak. Er was een wiskundige in de 19e eeuw, genaamd Carl Friedrich Gauss, die bewees dat je van een bol geen vlak kan maken. En dat is gewoon zo. Dat betekent dat als je toch een wereldkaart wilt maken, dat je eigenlijk een beetje gaat moeten beginnen prutsen. Je kan bijvoorbeeld je wereldbol iets minder rond maken, zoals een figuur daar, en dan elke lap grond aan elkaar hangen. Of je kan beginnen scheuren, continenten uittrekken, oceanen verknippen, om toch uiteindelijk iets te bekomen wat op een wereldkaart lijkt, maar niet 100% accuraat is. Maar we gebruiken wel al eeuwenlang wereldkaarten. Bestaat er dan een min of meer goede kaart? De kaarten die over de hele wereld gebruikt worden, zijn de zogenaamde Mercator-kaarten. Voor deze kaarten was het voor zeevaarders heel moeilijk om te navigeren. Ze vaarden verloren of ze raakten niet op hun bestemming. Het waren wiskundigen en ook zeevaarders zelf die ook al kaarten hadden proberen maken, maar die kaarten wel, die trokken eigenlijk op niets. Tot in 1569 een Vlaming met een oplossing kwam. Gerardus Mercator, een Kruibekenaar die erin slaagde om een kaart te maken die voor zeevaarders echt nuttig was. En hoe dat hij zijn bol in een kaart omzette, was aan de hand van een projectie, een cilinderprojectie. Hij plaatste deze kaart in de vorm van een cilinder rond de wereldbol en dat ziet er ongeveer zo uit. En nu kan je je voorstellen dat er eigenlijk een heel intensieve lamp in het midden van de wereldbol staat. En aan de hand van het licht zal Mercator elk punt op de wereldbol projecteren op een punt aan de binnenkant van mijn kaart. Het enige wat Mercator hierna nog moest doen, is zijn kaart eigenlijk uitrollen en de Mercatorkaart was geboren. Nu, toch iets heel merkwaardig voor een man die geen 200 kilometer buiten Kruiweken is gegaan. Een kaart die we trouwens tot hedendaag nog steeds gebruiken. Knap, inderdaad. Maar ja, die wiskundige Gauss, zei je, die had toch net bewezen dat je van een bol geen vlak kunt maken? Scheelt er dan helemaal niks met de kaart van Mercator? Ja, er scheelt van alles met deze kaart. De afstanden die trokken eigenlijk op niets. Maar dat is ook voor zeewaarders niet belangrijk. Voor zeewaarders is het belangrijk dat de hoeken kloppen. Waarom zijn die hoeken bij navigatie nu zo belangrijk? Wel, als we ons in Brussel bevinden en ik wil navigeren naar Washington DC, wat zich ongeveer hier bevindt, dan kan ik als zeevaarder een rechte lijn tekenen van Brussel naar Washington. Ik kan de hoek meten dat deze lijn maakt met de evenaar en dat is ongeveer 8,5 graden. Onder het westen, weliswaar. Nu weet ik dat als ik mijn kompas neerleg en ik ga 8,5 graden onder het westen stappen of varen in die zekere richting, dat ik van Brussel te beginnen in Washington aankom. En dat lijkt logisch, hè? Dat is toch de bedoeling van een kaart. Maar voor Mercator was dat allemaal niet zo vanzelfsprekend. Voor Mercator, als je een matroos was op een boot en je tekende een rechte lijn op je kaart, dan zorgde de kromming van de aarde ervoor dat je lichtelijk afweek. Nu, met de Mercatorkaart zelf is het geniale net dat elke rechte lijn op de kaart effectief de kompasrichting is in werkelijkheid. Dus vanaf dat je de vaarrichting hebt berekend, kan je gewoon chili-willy die ene windrichting blijven volgen en rechtdoor varen. Superhandig, maar het is wel niet de kortste route. Mercator heeft ons zo naar Washington gestuurd. 6238 kilometer was dat.
Terwijl we ook zo hadden kunnen varen. Dit is de kortste route, 26 kilometer korter. Om de kortste route te vinden, moet ik stapsgewijs eigenlijk mijn windrichting lichtelijk aanpassen. Navigeren aan de hand van een Mercatorkaart is dus niet noodzakelijk de kortste route, maar wel een zeer makkelijke manier van navigeren zelf. Maar moeten we na 400 jaar toch niet eens een nieuwe, betere kaart bedenken? Want het is toch raar dat we nog altijd zo'n fout beeld van de wereld meegeven? Wel, in de afgelopen 400 jaar zijn er heel wat mensen die ook een kaart hebben proberen te maken. We hebben de kaart van Gal en Peters, die dan in de vormen van de landen misschien een beetje laten verprutsen, maar dan de afstanden weer heel accuraat houden. We hebben ook de kaart van Lambert, die dan gaat projecteren op een kegel. Cassini gaat dan Latijns-Amerika helemaal doen opblazen ten opzichte van Europa. En Fuller die gaat projecteren op een icosahedron. Dat is deze figuur en ideaal om de vormen te bewaren van een land. Er zijn nog een hele hoop andere kaarten, maar de Mercatorkaart die werkt. Als ik ergens verloren ben gelopen in de Alpen, kan ik aan de hand van de Mercatorkaart en mijn kompas mijn weg terugvinden. En als ik ergens op tijd moet zijn, wel, dan gebruik ik gewoon Google Maps op mijn gsm. En nu wil ik zo snel mogelijk naar de volgende video van de Universiteit van Vlaanderen.